Nog van harte gefeliciteerd, mijn lieve schat. Ja, dankjewel. Huh? Schat, hartstikke bedankt. Heb je er wat aan? Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Hey, hallo lieve vrienden, daar ben ik weer. Speciaal voor jullie daar, jazeker. Ik moet als eerste zo mijn hondjes uitlaten, maar dat doet er even nou niet toe. Nee, jullie doen er dat toe. Daarom wens ik jullie een hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag donderdag. We leven op 15 april. Om 13:41 en Karin aan de telefoon en die zegt al 2021. Is helemaal correct. Is helemaal goed. Ik moet, zoals jullie al licht al weten, naar Mary toe op verjaardagsvisite. Ze was van de week jarig en ja, dom van mij dat ik het helemaal vergeten was. Maar ja, ik heb ze al 20 keer mijn excuses aangeboden en... Ik heb een cadeautje voor haar, dus komt helemaal goed. Daar gaan we straks ook naartoe. Uiteraard neem ik jullie mee, maar of dat gaat gevlogd worden, weet ik niet. Want als er visite is, dan doe ik dat niet. Nee, want niet iedereen is ermee gebaat dat we op een vlog komen. Maar of... gewoon jezelf vloggen. Wat dan ook. Ja, mezelf. Mezelf, dat zou kunnen. Zou mogelijk zijn, ja. En Mary. Maar ja, ook Mary heeft er niet altijd zin in. Kan ook gebeuren. Het is niet moeten, het is mogen. En ik zie dat bij de poort 17 graden is, dus ja, niet al te koud, dubbele cijfers. Ik heb ook de tuindeur open, op een keer. Rijka ligt buiten op de ijzige plaat en hier bij mijn voeten, zoals gewoonlijk, onze Elwing. En wie zit er aan de andere kant? Onze Gandalf. Ja, die is de half ochtend al buiten geweest, dus ja, die wou er weer in. Nou, dat kan. Ja, toch? Ja. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet vooral van het prachtige mooie weer. En wat we verder vandaag gaan doen, weet ik niet. Ja, ik moet naar Mary toe, dat is het enige wat ik weet. En verder, we zullen het zien, we zullen het geloven. Ja. En... dan merken we het wel wat er verder gaat gebeuren. Ja toch, Karin? Ja, helemaal correct. Ja. Dus ik zou zeggen, wacht gewoon alles af. Maak een leuke dag van je eigen dag. Vul hem in zoals jij hem wilt en niet zoals wat een ander wilt. Gewoon je ding doen wat jij wilt doen. En wat de rest zegt, lap je maar aan je laars. Ja, niks mee te maken. Je moet gewoon doen wat jij wilt. .nl. Zo is dat. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van het zonnetje. Ja, heerlijk. Ik zou zeggen, tot later. Mwah. Doei doei. Ja, zo lieve vrienden, ik heb hem nou even maar in mijn hand genomen. Ik ga me klaarmaken om gezellig naar Mary toe te gaan. Ze belt me al in paniek op om me eigenlijk af te melden. Want er worden stijgers voor haar huis neergezet. Ja, en? Ik had niks met die stijgers te maken. Ik heb ook al een stijgers, maar ze moeten er wel rekening mee houden dat er iemand kan komen of wat dan ook. Ja toch? Vind ik van wel. En zij rijdt ook scootmobiel, weet je, en ze loopt met een rollator, etc. En de ex, die gewoon als vriend nog bij haar komt, die loopt met een rollator en rijdt met een scootmobiel. Dus ja, hallo, daar hebben ze rekening mee te houden. Ja, hier doen ze dat ook. Dus moeten ze dat daar ook weer doen, simpel. En ik zit daar niet mee hoor, ik maak daar geen punt van. En er zit een hele grote tuin, althans tuin, het is allemaal betegeld. Nou, dan kunnen wel 4 auto's parkeren, dus dan kan ik zeker mijn scootmobiel dan nog parkeren, ja toch? Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. En ik neem mijn, dit ding mee, ja. Dus ja, het is tevens mijn mobiel en ik moet mijn adapter meenemen voor het geval dat die meegaat. Ja, want ik moet ook mijn huisje in de gaten houden. Ja, en mijn hondjes in de gaten houden. Dus ja, gaat allemaal mee. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze! Doei! Nou, lieve vrienden, daar zijn we dan bij ons lieftallige Mary.
herrie. En we gaan dat er straks verwennen, maar dan gaan jullie eerst even in de tripod zetten. Dat lijkt mij een beetje makkelijker toe en de televisie het geluid even versnoeren. Ja, want anders dan kan ik het geluid wel wegtoveren hier. En dat gaat me niet lukken. Zo beter, dankjewel. Nog van harte gefeliciteerd, mijn lieve schat. Ja, dankjewel. Graag gedaan en ik heb het voor je. Maar ik ga eerst even dat ding in de tripod zetten. Die heb ik hier bij de hand. Dus ja, dat gaan we eerst even doen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot zo, want anders lukt het niet. Nou, lieve vrienden, jullie weten wat ik gekocht heb. Maar Mary weet het lekker niet. Eerst die kaart graag. Zo. Ja, speciaal voor jou. Ja, je mag ook wel eens iets van het gezet worden. Ja. Nou, die helpt je niet hoor. Je zal het zelf moeten doen. Hij wil je tot zover helpen en niet verder. De rest zal je nog moeten doen. Dan moet ik mijn bril nog opzetten, manschip. Ja, ik heb bovenin er even bij gekriebeld. Alsnog. Ja, even voorlezen. Ja, dag. Nee, niet dag. Gewoon doen. Lieve zus, nogmaals sorry dat ik het was vergeten. Dat moet je wel even weten. Ik hoop dat ik het nu weer goed heb gemaakt met dit cadeau. Dan maak het maar open. Zo, dan zie je wat het is. Ik hoop dat het wat voor jou is. Liefst Corina, Laika, Elwin en Combo. Nou, dankjewel schat. Nou, nou maar goed pakken, hè? Dan moet ik al die jeetjes, Marina. Nee, nee, die helpt niet. Wat dan? Gewoon openmaken. Nou ja, jij roept ons lueur en alles erbij, maar die helpt niet. Oh, er zijn dingen die je zelf moet doen. Ik hoop even dat het lekker anders is. Zoals ik het doe, dat is echt van makkelijk. Oh jee. Oh jee. Nou je hebt nog wel wat even. Ja, maar de papier kent er niet af. Maar dan moet die strik eraf. Uiteraard moet die strik eraf. Dat zei ik. Nou, dat heb ik je gezegd. Je zit op het papier. Ja, dat weet ik. Ik heb zelf dat gedaan. Nou, ik weet wel wat inpakken is. En oh, dat zat er al om. Ja. Maar ja, ik vind dat voor mezelf niet leuk als ik gelijk zie wat erin zit. Dus daarom dat papier eraf. Oh, met kokers. Nou, schat, hartstikke bedankt. Heb je er wat aan? Ja, natuurlijk. Oké. Okay. Ja. Want er zitten ook make-up doekjes bij. Je draagt geen make-up, maar het zijn reinigingsdoekjes. Ja, dat zijn reinigingsdoekjes. Dus dat is voor jong en oud. Mooi hoor, hé. Hey. Nou. Ik wist ook niet of je het al had en of je er al genoeg van had. Nee. Wat dan ook. Ik gebruik het ook niet veel. Nou. Hey. Ja, schat, hartstikke bedankt. Oké. Okay. Nou, weer eentje blij. Ja, toch? Vind ik van wel. Hé schat, ja. We zijn er samen blij of niet dan? Ja. Toppie! Oké. Okay. Nou, tot later lieve vrienden. Zo lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ja, en het is bar en bar koud, omdat het prachtig, prachtig mooi weer is. Maar het is wel koud. Ik heb bij Mary geweest, zoals jullie allicht weten. Maar op de terugweg ben ik eigenlijk langs alle soorten winkels geweest die cosmetica, medicatie, noem maar op, verkopen. Shampoos, verf, voor je haar, noem maar op. Want dat zijn toch ook de winkels die wegwerphandschoenen verkopen. Wat denk je? Alles wat op mijn hand ligt. Zeker niks. Nee, maar ik heb het nodig. En de telefoon gaat, zie ik. Althans, ik denk dat het Mary is geweest dat ik dan met de honden aan het lopen was aan het begin van de middag. Ja, kan ook. Die had me gebeld. Maar in ieder geval, er is er ook eentje die wil binnenkomen. Die zit in de hal te miauwen. Dus die ga eens even weg met je grote kont. Je wil er gewoon erin in. Hallo! 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 Thank you.
Nou, wat doen ze allemaal? Hé? Rijk is het gek doen, zeg maar. Hé? Rijke gek doen, hè? Ja. Nou ja, oké, lieve vrienden. Ik weet niet eens wat voor beeld jullie hadden, want ik draai gewoon met die camera mee. Maar dat doet er allemaal niet toe. In ieder geval, ik heb niks kunnen bemachtigen. Dus ik denk dat ik maar eens even bij bol.com... Oh, ik maak reclame. Ik word niet gesponsord. Nee, maar in ieder geval via internet dat ga proberen te bestellen. Want ik heb nodig. Ja. Simpel. En die handschoentjes met die poeder erin, daar kan ik niet tegen. Dat is troep. Dus dat moet ik gewoon niet hebben. Nee. Moet ik blauwe hebben waar geen poeder in zit. Maar ja, oké. Dat is een musje. Een musje. Wat leuk. Maar in ieder geval, ja. En dan wordt het straks weer tijd om met de woefwaffies te lopen. Maar ze krijgen eerst wat lekkers, want dat hebben ze verdiend. Hé? Wat lekkers, hè? Moeten jullie weer wat lekkers? Ja? Ach zo, nou zullen we dat halen? Moet je een runderoor? Moet je een runderoor? Een runderoor? Nou, dan zak ik dat eventjes zo. Een runderoor, hè? Deze? Staat er gewoon bij jou? Kom maar kijken. Kom maar kijken. Die? Moet ik deze pakken? Moet ik die hebben? Ga eens kijken dan. Moet ik die hebben? Doe dan. Ga kijken dan. Kom dan. Kom eens kijken dan. Moet je die? Moet je deze hebben? Moet je die? Moet je die? Moet je die hebben? Ze stond er gewoon bij op. Jongen, nog een troep. Maar oké. Hé? Is het lekker? Ruikt het lekker? Hé? Ruikt het allemaal lekker? Ruikt het allemaal lekker? Ik wil wat doen, maar dat lukt me 1, 2, 3 niet. Zo, kijk hoe. Ja, kom dan, Rijka. Rijka, kom dan. Kom dan. Dat is een hele grote. Die leggen we daar even neer. Ik zoek een kleinere. Kijk, die. Die is voor jou. Leggen we de zak even daar. Pootje. Pootje. Ik wil een pootje. Nee, pootje. Pootje, die ja. Goed zo, Elwing. Dank je wel, meis. Ho. Die voor jou. Geweldig. Geweldig. Ik laat denk dat kan dan naar buiten. Mag dat niet? Ga pakken dan. Ga pakken. Ga pakken dan. Oh, dat vinden ze heerlijk, hè? Geweldig, dat geniet ik. Ja, dan moet ik die poot weer goed krijgen. Die is weer dicht gegaan. Ook dat nog. En dan de boel weer eventjes opruimen. Zo. Moet ook gedaan worden. Ja. Nou ja, dan heb ik er nog twee over. Gaat hard. De runderoren, maar geniet ervan. En ook
mijn diertjes genieten, geniet ik ook. Ja toch? Dus, nou. Hup. Dan zet ik me lekker even opeten. Ik neem een lekker bak koffie. Zit ook even weer genieten. Zit water in. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ook. Net zoals ieder ander het kan doen. Doen ik ook. Ze zeggen, voor zometeen smakelijk eten, bon appetit. En we spreken elkaar later. Tot dan. Doei!